1 op de 9 kinderen groeit op in armoede. En ooit was ik één van hen. Ik groeide op met alleen mijn moeder. En we hadden het heel fijn samen, maar we waren nooit zorgeloos. Ik weet uit eigen ervaring wat geldgebrek met mensen doet. En daarom ben ik de politiek ingegaan. Kinderen de kansen geven die ze verdienen. Dat is wat mij elke dag drijft. In een tijd waarin mensen wanhopig worden van de hoge gas- en huizenprijzen. In een tijd van groeiende ongelijkheid die zorgt voor steeds meer verdeeldheid. Vragen de conservatieve kracht in ons land om een sterk, progressief antwoord. Dat wil ik doen. Door de progressieve krachten te bundelen. Met een warm hart, met vrolijkheid, een stevige dosis nuchterheid en een tomeloze inzet. Het is hoog tijd dat Nederland weer sociaal wordt.